ik ben Chantal van Craft Mama en ik heb hier een doos vol met squishies. Ik vind squishies echt super geweldig, al heel lang, zoals jullie weten. Ik heb deze doos gekregen van squishytoy.nl. Ze hadden de link natuurlijk ook onder in de beschrijving gegeven, zodat je hoe je squishies kunt bewaren. En we gaan het natuurlijk unboxen, dus laten we gaan kijken wat hier in deze doos zit. Oké, als eerste, ik heb al een aantal uit de verpakking gehaald. Ze hebben ook allemaal een geurtje. Ik zal jullie de verpakking laten zien. Dit was dus de strawberry cake, die zat hierin. Super cute verpakking natuurlijk. En ik doe de verpakking natuurlijk ook bewaren. En er ruikt ook echt naar aardbeien. Het is goed, het zijn allemaal slow rising. Oh my god. Oh, het is zo leuk om te doen, hè. Hij is zo schattig! Squishy. Kijk. Dat mag, hè. Ik ga zo doen. Dit is dus de strawberry cake. Superleuk. Nou, de volgende die ik uitgepakt heb was deze unicorn. En zoals jullie weten ben ik helemaal fan van unicorns. En die zat in deze leuke verpakking. Er staat Jumbo Rabbit Cake Squishy op, maar dat zal denk ik niet kloppen. Oké, daar gaan we. Oh, hij is zo zacht. En hij is zo schattig. Squish, squish. Cool, hij is echt super schattig. Ah, ik ben heel erg geweldig. En hij ruikt ook lekker zoet. Ik weet niet waar hij naar ruikt, maar hij ruikt lekker. Ze zijn echt allemaal zo slow rising, hè. Kijk, duw hem naar beneden toe en dan. Cool, man. Dingen die ik heb, ik weet niet wel vaker van twee zaten. Volgens mij zat die in deze. Ik weet niet, het ziet er een beetje uit als een spookje op een ijsje, maar het ruikt best wel zoet. Maar koekjes eigenlijk. Ja, koekjesdeeg ruikt ernaar. Ah! Zo schattig! Zo leuk om die gezicht in te duwen. Ah! Wat een leuke squishies! Oh, dat is echt zo leuk om te doen. Ik vind het zo ontspannend, hè. Ik ben sowieso een ongelofelijke friemelkont. Ik moet altijd met iets bezig zijn. Dus ik vind het zo lekker om de hele avond te squishen met een squishie. Oh, geweldig. En de volgende die ik heb... Oh ja, dat was deze. Dat was deze die is center. Lollipop. Dat is ook leuk als speldje. In haar. En deze verpakking gaat zien. Dat is de lolly. Oh, en hij ruikt lekker. Hij ruikt echt naar vanille. Het is niet heel dik, maar het is wel leuk om in te squishen. Ja, we wachten wel even op je. Nog steeds. Nog steeds. En nu pas is hij volgelopen. Het duurt zo lang dat ze vollopen. Oh, gaan we weer. Oh, hij is zo schattig. Echt geweldig. En de volgende die we hebben. Jiggle Bread. Kawaii Cool Center. Nou, dat is een hele grote. Dus je ziet. Een mega citroen. Oh, die ruikt lekker. Gaan we. Oh my god. Kijk. En nog steeds. We wachten wel even op je. Zo lang. Er zit ook een hangertje aan. Als je hem ergens aan kan hangen aan de tas of zo. Oh, lekker. Oh mijn god. Hij is zo zacht. Dit is toch. Waarom het zo leuk is? Ik vind het gewoon zo ontspannend om te doen. Ja,
lekker. Oh, nou, en de koele squishies. Wat, zei dat jullie niet goed? Wacht, kijk. Maar die zijn zo cool. Deze is echt leuk. Dit is echt, ik vind hem echt toffie. Oh, het is geweldig. Nou, we zitten al op 6 squishies. Dan gaan we de 7e squishie erbij. Ja, we hebben al 5 nu gehad. Nummer 6. Oh, sushi! I love sushi! Doe dat, iets staat er ook op. Pussy. En die heeft. Dat is. Oh, mijn keychain. En. Dat is toch. Doe schattig. Oké, gaan we. Gaan we. Oh, ze zijn echt allemaal zo slow rising. Hè? Oh, die ga ik echt aan mijn. Deze ga ik aan mijn tas hangen. En die ga ik echt aan mijn tas hangen. Gelukkig ruikt hij niet de vis. Maar is wel. Oh, echt tof. Ik heb net een leuk hangertje eraan. Deze is ook wel echt super schattig hoor. Met die zalm eromheen. Oh, leuke squishies. Nou, ik kom bij de laatste squishies aan. En verder zitten nog een heleboel leuke dingen in de doos. Dus ik ga even naar kijken natuurlijk. We hebben hier, en die ga ik in de verpakking eigenlijk zetten. Een Hello Kitty squishie. En een hangertje eraan van de telefoon. Dit is denk ik een baguette of een donut. Ik ga hem even uitpakken om hem beter te zien. Ik ga straks even wat erin doen natuurlijk. Oké, dit is dus Hello Kitty's Sweets Café. Ik vaal niks op. Kijk maar een handje eraan. Gaan we. Ja. Nog steeds. Dit is echt zo super slow rising. Ja. Nou pas, moet je kijken. Dit is zo'n goed foam. Ik wil ondertussen gewoon de boterham gaan smeren voordat hij opgepopt is. Ja, wat moet je ervoor zeggen? Ik vind hem helemaal geweldig. Ik hou sowieso van Hello Kitty, dus deze vind ik echt leuk. Hoort hem ook. Super. Echt super. Ik doe ze wel terug in de pakken, want ik vind het super leuk om. Oh, nog steeds advisor. Ze zijn echt, echt stuk voor stuk allemaal super slow rising. Wow. Ja, deze is echt goed. En deze is ook echt. Hij is net of je in een wolk knijpt, zo zacht is die. Het is echt. Hij is hier een heel klein beetje beschadigd. Volgens mij loopt hier dan ook de lucht dan uit. Misschien dat ik hem even ga opvullen. Want hij zit hier een gaatje namelijk in. Kijk, even dat kunnen zien. Dus ik moet die denk ik even opvullen. Ik dat loopt wat sneller vol, maar ik vind deze echt zo zacht om in te knijpen. Oh, super! Nou, verder zitten er een heleboel leuke dingen in de doos. Ik heb een zakje met air dry clay gekregen. Die kunnen we dus gebruiken om slijm van te maken. Dat gaan we ook zeker doen. Hier kunnen we dus boterslijm mee maken. Ik koop ze dus ook bij squishytoy.nl. Hier is nog een keer. Je kunt ze sowieso ook volgen op Instagram. Zeker een aanrader, want daar hebben ze allemaal leuke dingen bij. Je ziet er ook bij aankoop van €12,50 gratis kawaii gelpen erbij. Dus die hebben al hele leuke acties. Kijk, leuke poppetjes. Lijkt een beetje op de poppetjes die ik zelf teken op mijn teken kawaii kanaal. Kijk zeker er ook eventjes naar. Ik zal je sowieso de link van hun website onder in de beschrijving geven. En ik ga ook zeker deze uitproberen om slijm mee te maken. En dan gaan we verder kijken wat we allemaal erin hebben gekregen. Oh! Oh, kijk hier. Rallekuma! Nou, zoals jullie weten, ik hou echt van alles wat kawaii is. Dit zijn dus Rillekuma. En het zijn allemaal. Hij gaat nog verder, hij gaat nog verder. Hele schattige. Stationery, dus een notitieblokje. Kleine memo blaadjes.
En dit is toch gewoon super schattig om je bullet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Zo lief allemaal. Het volgende wat ik heb gekregen, oh, die kennen we natuurlijk wel. Orbies! Kunnen we ook zeker gebruiken. Kunnen we nog wel een keer slijm maken? Ik wil een keer een regenboogslijm maken, dus die Orbies gaan we zeker gebruiken. Het volgende wat ik heb gekregen is een heleboel stickers. Squishy Toy NL. Superleuk, dus ga ik zeker ook gebruiken. Die ga ik op mijn tas plakken. Ik heb mijn cameratas, heb ik allemaal stickers, allemaal leuke dingen erop staan, dus die wil ik zeker hebben. Maar hier is dus de pen die ik heb gekregen. Ik heb een donutspen gekregen met een klein donutje eraan. Ik heb die gefocust. Ja. En dit is een gelpennetje. Ook met gewoon een zwarte pen. Dus die ga ik zeker gebruiken. En die kan ik ook zeker gebruiken voor mijn tekenkanaal, want deze is natuurlijk super schattig. Superleuk. En dan hebben we verder volgens mij nog allemaal wat lekkere dingetjes erin zitten. Dus ik heb, even kijken, snack perisa ketam. Een of andere, ja, Aziatische snackjes zijn het. Een soort frietsnackjes. Dit zijn, is volgens mij, het ziet eruit als Honey Loops, of die Honey Puffs. Van een chocolate bar. En dan kan ik focus. Hij blijft het mij ook in ieder geval. Het ziet eruit als een Honey Chocolate Bar. En wat hebben we nog meer? We hebben hier jelly. Ik weet niet wat het is. Jelly Straw. Dankjewel zeggen aan squishytoy.nl voor dat ze me deze doos opgestuurd hebben. Ik ben sowieso een super fan van squishies. Ik vind ze super tof. En ik weet dat jullie ze ook super leuk vinden. Nou, we gaan zeker een aantal leuke dingen doen met bijvoorbeeld de slijm. En we gaan met de Orbies nog wel wat leuks maken. Maar deze squishies zijn gewoon helemaal geweldig. Ik ga er zeker nog veel plezier aan hebben. Zijn er nog bepaalde squishies waar jullie fan van zijn? Laat me het dan even weten, want ik wil er zeker naar kijken welke jullie helemaal geweldig vinden. Zijn er nog een aantal squishies die ik graag in mijn collectie zou willen hebben? Nou, ik wens jullie dan een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren. Kijk ook op het kanaal van Instagram van squishytoy.nl. En ik wens jullie allemaal een super fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Doei!